vanwege het eenjarig bestaan van de Daily Minutes gisteren, zoals PA2OLD al opende, vandaag een van de uitzendingen die erbij blijft. Het is tevens alvast met de stemming te komen. De uitzending van vorig jaar, 14 september, over de ballonvossenjacht. Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, zondag 14 september 2014. Vandaag vond de jaarlijkse ballonvossenjacht plaats. Het plan was bij mij om vandaag een impressie voor het gebeuren te monteren, maar dat bleek toch een beetje te veel werk. Het kost zoveel tijd om dat te doen dat ik waarschijnlijk nog morgen nog wat fragmenten ga uitzenden. Voor zover ik kon nagaan waren er enige problemen met de transponder aan de ballon. Na ongeveer 40 minuten was die hier bij mij ineens heel zacht, zodanig dat hij van mijn niet al te goede ontvangstinstallatie met binnenantenne verdween. Hij was daarna nog af en toe terug, maar dat ging niet heel goed. Het baken was echter nog wel volle bak, dus ik denk dat het probleem echt de transponder was. Ik hoorde ook meer geluiden over op de repeater. Nou, hier een stukje van de start. Hallo? Ja, ik hoor mezelf ook. Ik doe mijn oortje even uit. Maak ik in de war. Iedereen, ontzettend goedemiddag. We zijn vandaag live aanwezig, althans even via het audio, maar ook hetgene wat wordt opgenomen hier op het waarnemterrein van het KNMI bij de oplating van de ballon. Het is dit jaar de 36e keer dat het gebeurt en het is altijd wel een beetje spannend. Misha, ja? Hoe voelt ie? Zonnetje schijnt ook, iemand even weg. Zo. Ja, goed joh, Richard staat inmiddels met de ballon in zijn handen, dus volgens mij gaat het ieder moment gebeuren. Oké, nou heel spannend. Ik ga nog even kijken of Richard van het KNMI. Je hebt vandaag ontzettend veel moeite gedaan om de ballon weer een hele mooie ballon te laten zijn. Ik hoop het. Wat hoop je? Dat die ballon goed gaat. Ja, het gaat er altijd goed. Nou, het is nog niet gezegd hoor. Ik vind het wel een beetje spannend, elke keer spannend. Ja, tuurlijk. Oké. Maarten, loopt hij met de zonde in zijn hand. En? Het bolletje, ja, het doet het. Dus, alles doet het? Ja. Volgens mij wel, dus we gaan het zo meteen zien. Oké, de ballon gaat nu langzaam aan. Langzaam omhoog laten en dan kijken wat hij doet. Kijk eens aan, de ballon gaat nu omhoog langzaam. Misha staat helemaal onderaan nog met de transponder. Voor degenen die dat eventueel zouden willen weten, je kan erin op 432,55. En je komt er dan uit op 145,475. En het baken van de waar die opgeteld kan worden, zit op 145,450. Kan die? Dames en heren. 1. De oplading 36. En dat start daarvan is een feit. Er staan al een aantal pijl-equipes buiten het KNMI-terrein, ook al hier te nemen. Iedereen ontzettend veel succes. Let wel even op je rijgedrag, moeten wij aangeven. Het kan soms wel heel spannend in de auto zijn, maar je moet ook wel op het verkeer letten. Iedereen terug naar de reguliere operators van PI3 UTR en PI2 NOS. Nadat het ballon was opgelaten duurde het ongeveer 36 seconden voordat het baken hier bij mij op die matige ontvanger door de squels heen kwam. Om 4:05 was de jacht min of meer ten einde toen werd de locatie van de vos bekendgemaakt. Dat was in de Brierstraat in het Brabantse plaatsje Hees nabij Os. De ballon volgde daarbij vanaf Utrecht een nagenoeg rechte lijn over Culemborg en over de Betuwe bij Tiel. De winnaar is het team van Chris Stam, PD2-CSD en Rob Verdoold, PE2-RVD. En de volgende tot aan nummer 10 zijn nummer 2 Koen Roes, PA2-KR en Danny Heusingveld, PE1-DH en Tom, QRP. Nummer 3 Edwin Verburg, PE5-EDW en Leo van Empel, PA0-LEZ. De ballonvossenjacht vindt dit jaar plaats op 13 september.